Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movies. Vandaag wil ik met jullie gaan praten over Harry Potter. Het zit namelijk zo, in de jaren 80 had je altijd wel Star Wars en Batman. Jaren 90 had je Jurassic Park. Jaren 0 had je Lord of the Rings en Harry Potter. En het leuke is, al die franchises zullen voor eeuwig door gaan lopen. Iedereen kent ze, niemand zal ze ooit vergeten. Alleen, je vergeet heel snel één ding. Het is nooit heel erg leuk om te leven in al die werelden. Met name Harry Potter heeft heel veel nadelen. Daarom heb ik deze video gemaakt. Het zijn 25 nadelen aan het leven in Harry Potter. Stel je hebt een lange schooldag, komt eindelijk thuis en je wil even rustig wat snoepen. Slecht nieuws, het snoep is onvoorspelbaar, springt alle kanten op en je weet nooit wat er kan gebeuren. Het kunnen zomaar 15.000 kikkers zijn die door je kamer springen. Daarover gesproken, je weet ook nooit precies wat er in het snoep zit. Dus stel je hebt last van allergieën of wat dan ook, dan kan je nooit snoepen in de wereld van Harry Potter, want je weet nooit wat er in het snoep zit. In de wereld van Harry Potter zou ik paranoïde worden. Ik bedoel, iedereen kan zomaar een terrorist zijn, want iedereen kan zo hoppelapappele boom je dood maken. Laten we eerlijk wezen, je hebt alleen een toverstafje nodig om mensen te vermoorden. Elke tovenaar krijgt zijn tovenaarstokje op zijn 11e. Dat betekent dus gewoon in een mensentaal dat iedereen op zijn 11e een geweer krijgt. Alle technologie in de Harry Potter wereld slaat nergens op. Ik bedoel, ze schrijven brieven nog steeds met een veer. Dat deden wij 400 jaar geleden. Maar ze hebben ook nog een keer vliegende auto's. Wat wij ook nog altijd heel graag willen over 300 jaar. Harry Potter heeft overal een trucje voor, maar ze hebben geen trucje tegen een bad hair day. Maar het is toch al logisch dat er geen spreuk bestaat voor een bad hair day. Want het zit namelijk zo. Wanneer jij een spreuk een beetje verkeerd uit zou spreken, dan heb jij je haar voor de rest van je leven verneukt. Iedereen op Zwijnstein heeft een Brits accent. En laten we eerlijk wezen, daar vallen alle vrouwtjes voor. Dus als ik aankom zetten met mijn Nederlandse kutaccent, maak ik geen eens kans bij de vrouwtjes. Oh. Azkaban, de gevangenis uit Harry Potter, is waardeloos. Ik bedoel, elke maand ontsnapt er wel weer iemand uit Azkaban. En het gaat helemaal nergens meer over hoeveel boeven daar ontsnappen. Iedereen op Zwijnstein moet een schooluniform aan. En dat vind ik al sowieso niet leuk. In Harry Potter vliegen ze belachelijk veel. Of nou een eenhoorn of een paard of een wat dan ook is. Overal vliegen ze op. Alleen, je hebt nergens een gordel. Dus je kan jezelf niet goed vastmaken, oftewel je kan gewoon doodflikkeren vanaf een paard in de lucht. De sporten die ze daar hebben zijn belachelijk gevaarlijk. Of het nou de vuurbeker is met vuurspuwende draken, of het is zwerkbal met ballen die 100 km per uur gaan en je kan flikkeren vanaf een bezemsteel 100 meter in de lucht. Bam op de grond. Zelfs schaken is godverdomme gevaarlijk in Harry Potter. Ik bedoel, in deel 1 werd Ron aangevallen door een levend schaakbeeld wat hem op zijn bakken sloeg. Hij had dood kunnen zijn. Stel je komt net uit de douche, gaat voor de spiegel staan zo van, hey, zit mijn haar een beetje goed, zie ik er leuk uit. Slecht nieuws. Elfen kunnen meekijken via de spiegel naar jou. Oftewel, je wordt altijd bekeken door elfen als je in de buurt bent van de spiegel, ook al ben je naakt. Dat je geen privacy hebt in Harry Potter maakt nog niet eens zoveel uit. Alleen, er moet natuurlijk een grens aan zitten. Alleen, die is er niet echt, want zelfs als je naar de wc gaat, zit daar nog een gestoorde geestchick die je lastig komt vallen. GHB of iemand drogeren in Harry Potter is heel erg normaal. Je hebt alleen een haar nodig van je geliefde, doe je in een drankje, laat je haar opdrinken en je kan alles met haar doen. Dus ga ervoor, zou ik zeggen, in Harry Potter. Alles, maar dan ook echt alles uit de Harry Potter serie is levensgevaarlijk. Laat staan dan nog een keer Hagrid onderaan de school loopt te kutten elke film met een of ander ei waar ook nog een keer een monster uitkomt. Dat is belachelijk. Hoe levensgevaarlijk wil je het hebben bij de school? Gedurende jouw periode op Zwijnstein slaap je een paar maanden lang met dezelfde jongens op één kamer. En ik weet niet of je weet hoe jongens zijn, maar met heel veel jongens samen op één kamer slapen voor een paar maanden, dat gaat stinken, meuren, zweten en het is niet echt handig. Dat betekent dat je natuurlijk heel weinig privacy hebt op je slaap. Alleen geen zorgen, op school heb je geen privacy en buiten de school mag je niet komen. Hartstikke leuk, je hebt nergens privacy, je mag nergens naartoe. En het wordt zelfs erger, want Harry Potter heeft namelijk een map waarop hij iedereen kan zien lopen die op Zwijnstein is. Oftewel, je bent nooit ergens veilig en je wordt altijd gezien door iemand. En het wordt alleen maar erger en erger en erger, want in de mensenwereld word je ook voortdurend in de gaten gehouden. Weet je nog dat Harry Potter zijn tante opblies en dat hij wegvloog in de lucht? Nou, 1 minuut daarna kreeg hij een brief van het ministerie van magie dat hij op moest bokken met zijn magie in de mensenwereld. Dat mag niet. Binnen 1 minuut wist het ministerie van magie dat hij magie heeft gebruikt. De directeur Perkamentus kijkt altijd ofwel stoned, ofwel alsof hij heel boos is, ofwel alsof hij een seksueel probleem heeft. Kijk naar hem. De wereld van ome Harry is extreem racistisch. Of nou elfen, goblins, centaurs of wat dan ook zijn. Als je niet kan toveren en je bent geen mens, dan ben je gewoon minder waardig. In de tovenaarswereld heb je natuurlijk heel veel scholen en die werken allemaal samen met het toernooi als de vuurbeker. Maar zodra Voldemort jouw school Zwijnstein aan gaat vallen, laten alle scholen je in de steek. Ze hebben allemaal zoiets van fuck jullie, zoek het maar uit met Voldemort. Bedankt voor het kijken van deze nieuwe Banjo Movie. 25 redenen waarom ik niet in Harry Potter zou willen leven. De video is helemaal gemaakt op verzoek van jullie, omdat ik 10.000 groene duimpjes had gekregen laatst. En als we nu weer 10.000 groene duimpjes op deze video behalen, mogen jullie weer kiezen wat ik ga doen in de reacties hier beneden. Dus er zit een leuk onderwerp voor de
25 en laat hem achter hier beneden in de reacties. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Bardo Ellis en ik maak wekelijks een video op YouTube voor jou. Je hoeft alleen maar op abonneren hier beneden te drukken. Klik op abonneren en je krijgt wekelijks een video van mij in jouw inbox. Pak de link hierboven en stuur hem door naar al je vriendjes en vriendinnetjes met wie jij vroeger Harry Potter hebt gekeken. Of naar mensen die nog altijd Harry Potter kijken. En even voor alle duidelijkheid, ik hou van Harry Potter en ik vind Harry Potter een geweldige, unieke sfeer hebben. En nogmaals, bedankt voor het kijken van deze video. Het groene duimpje en het abonneren hier beneden. Stuur deze video door naar al je vrienden en gasten. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!